Net als andere Duitse keeshondenrassen stamt de dwergkeeshond af van Scandinavische herdershonden. De miniatuurversie kan grote persoonlijkheden uit de geschiedenis, zoals Martin Luther, Wolfgang Amadeus Mozart en Michelangelo, tot zijn eigenaars rekenen. In het Zooplus magazine van vandaag lees je alles over de bijzondere eigenschappen van deze kleine honden en waar je qua verzorging op moet letten. De vacht is duidelijk een bepalend kenmerk van zijn uiterlijk. De vacht is uitgesproken volumineus en pluizig, omdat hij bestaat uit een lange, uitstekende bovenvacht en een korte, opgevulde ondervacht. De manen doen enigszins denken aan die van een leeuw. Het alerte gezicht met waakzame ogen en de vosachtige snuit tonen duidelijk de verwantschap met de keeshond. Hij is ook voorzien van een borstelige staart. De schattige dwergkeeshond heeft het hart van een leeuw. Of liever dat van een waakhond. Omdat hij graag huis en haard verdedigt, heeft hij een reputatie als keffertje. Maar met de juiste training kun je zijn geblaf onder controle houden. Waarom de dwergkeeshond een liefdevolle gezinshond en geweldige metgezel is? Hij is zeer intelligent, temperamentvol en uiterst leergierig. Kleine kunstjes oefenen is erg leuk, niet alleen voor de hond. De Pomeriaan vormt een zeer hechte band met zijn eigenaars. Dit betekent echter meestal dat hij niet graag alleen wordt gelaten. Aangezien hij goed overweg kan met andere honden, zou een andere hond een goede oplossing kunnen zijn. Voor een evenwichtige geest moet je deze bundel energie voldoende uitdaging en beweging geven. Wat de voeding betreft is het ook belangrijk om aan de speciale eisen van de Pomeriaan te voldoen. Een evenwichtige samenstelling van voedingsstoffen kan een gezonde stofwisseling en een goede spijsvertering bevorderen. Het ondersteunt ook de botten en een natuurlijke gewrichtsfunctie. Ook huid en vacht profiteren ervan. Als je de dwergkees droogvoer geeft, moet je ook letten op de grootte van de brokjes. De voeding van Royal Canin is speciaal aangepast aan de vorm van de kaak van de Pomeriaan. Concept for Life houdt er in zijn droogvoer ook rekening mee dat kleine hondenrassen kauwbare brokjes nodig hebben. Beide ondersteunen ook de tandverzorging. In feite moet je als liefhebber van dwergkeeshonden de kam niet te ver weg leggen, want de volumineuze vacht vereist 2 tot 3 keer per week vachtverzorging om klitten te voorkomen. Om de dode ondervacht goed te verwijderen, kun je zelfs tegen de groeirichting inkammen. Bovendien moet je regelmatig aandacht besteden aan de gezondheid van het gebit, want schoothondjes, zoals de dwergkees, hebben een grotere neiging om tandsteen te ontwikkelen. Tandenpoetsen kan worden getraind en hygiëne kan op een aangename manier worden bevorderd met speciale verzorgingssnacks. Strikt genomen is de Pomeriaan een uiterst kleine variëteit van de Duitse keeshond. Helaas is er, zoals bij alle extreme rassen, ook een grotere vatbaarheid voor ziekte. Daarom is het belangrijk om alleen puppy's te kopen bij een fokker die veel belang hecht aan gezondheidszorg en dus zieke dieren uit de fokkerij haalt. Als hij goed wordt verzorgd, heeft de dwergkeeshond een gemiddelde levensverwachting van 12 tot 16 jaar. Ik hoop dat je een uitgebreid inzicht hebt gekregen in de Pomeriaan. Tot ziens!